Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik je nieuwe producten van Essence zien. Essence heeft net als Catrice 2 keer in het jaar een assortimentsupdate. En dat is in februari en in augustus. Dus de producten liggen ook nu al ruim een maand in de winkel. Eerder nam ik ook de video van Catrice al op. Ik moet zeggen dat ik nu zelf een beetje verlaat ben met deze video. Maar omdat ik het zelf altijd wel heel erg leuk vind om deze video's te maken, heb ik besloten om dat gewoon alsnog te doen. Ik werd heel enthousiast van het persbericht toen ik die binnenkreeg. Want er stonden zoveel mooie producten op waar ik heel nieuwsgierig naar was. En ik ga jullie ook gewoon producten laten zien waar ik zelf dus heel benieuwd naar ben. Ik kan mijn mening nog niet overgeven, want ik heb ze ook nog niet geprobeerd. Ik ga de producten ook niet swatchen. Het wordt geen eerste indruk video, want ik ga de producten reviewen op mijn blog. En de foto's worden gewoon niet mooi als ik ze al geswatcht heb. Dus ik ga ze gewoon alleen laten zien. En ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Ik heb best wel een doosje vol en ik ga gewoon beginnen om de producten aan jullie te laten zien. Het eerste wat ik super leuk vond, waar ik Essence mee kwam, dat waren de My Must Haves palettes. Ik heb hier de paletten voor 4 producten. En het paletten voor 8 producten. Essence is volgens mij het eerste low budget merk wat dit doet. Dat je zelf dit kan samenstellen. Ik weet dat Ethos een aantal jaar geleden wel een aantal van die review palettes had. Dat waren gewoon van die ronde paletjes waar je gewoon 3 kleurtjes oogschaduw in kon doen. Maar die ben ik later eigenlijk nooit meer tegengekomen. Dus Essence is eigenlijk gewoon voor mij het eerste echte low budget merk die dit heeft mogelijk gemaakt van die review palettes. En het leuke is dat je niet alleen oogschaduw kan vullen, maar ook gezichtsproducten. Ik wil dit paletten gaan vullen met oogschaduws. En dan wordt dit paletten wordt echt een soort combinatie. Ik zal eventjes een aantal producten laten zien. Ik heb hier de matte blush. Die gaat dus in dit paletten. En dit is de kleur 02 Cozy Rosy. Zo heet die. Ik zal hem er eventjes uithalen. Zodat jullie even kunnen zien hoe dat zit. Zo ziet het paletje eruit. En er zit dan een dopje op. Die kun je er gewoon afhalen. En dan heb je een blush. Het is geen magnetisch iets. Dus je moet hem er gewoon indrukken. Ik zal dat eventjes laten zien aan jullie. Dat ziet er dan zo uit. Zo ziet dat er dan uit. Ik vind het ook wel heel erg handig dat er zo'n dopje op zit. Want ja, zo kun je dus eigenlijk gewoon altijd afwisselen met producten. Als je bijvoorbeeld qua oogschaduw zo heel veel kleuren hebt die je heel mooi vindt. Dan kun je dat afwisselen. Dat is wel super leuk. Dus ik heb een matte blush. Dus dan heb ik een lip base. Je hebt lippoeder en het was beter om daar ook een lip base onder te gebruiken. En deze heeft de naam 01 All About That Base. Because you know I'm all about that base. About that base. No trouble. Dan heb ik een setting blush. En deze heeft de kleur 01 Coral Dream. Dan heb ik hier 2 kleuren oogschaduws die dus in dit paletten gaan. Daar heb ik een kleurtje van een 06 Raspberry Frosting. De 01 Go Goldie. Dan heb ik weer een lippoeder. En dit is de 03 Take the Lead. Nog een oogschaduw in 05 Cotton Candy. Nog een oogschaduw in de kleur 14 Purple Clouds. Even kijken. Dan heb ik nog een lippoeder in de 04 Set the Stage. Heb ik een fixing powder. Dit is 01 Fix It Baby. Een highlight poeder in 01 Let It Glow. En als het goed is, ja,
heb ik nog een bronzing powder. En dit is de 01 Hello Sunshine. Dus dit zijn eigenlijk de review palettes en de producten die ervoor verkrijgbaar zijn. Ik vind het echt super leuk. En ik denk ook dat er misschien in de toekomst nog wel meer producten bij gaan komen. Want ik denk echt dat dit een heel groot succes kan gaan worden. Dan kwam ik twee producten tegen dat een eyeshadow topcoat is. Ik weet nog niet precies hoe dit in zijn werking gaat. Het is van de Totally Me line. Sorry, ik heb een kikkertje in mijn keel. Dus misschien hoort dit ook wel bij die oogschaduw. Volgens mij hebben ze ook oogschaduw van, maar dat weet ik dus niet zeker. Ik heb hem in twee kleuren. Ik heb de 01 Dazzle Me. Dit is een beetje een goud kleurtje. En dan heb ik 02 Sparkle Me. En dit zijn gewoon van die kleine potjes met zo'n dopje waar je met een heel klein kwastje in kunt. Misschien ken je ze nog wel. Essence heeft toen een hele tijd ook van die pigments gehad in het assortiment. En daar lijken deze twee potjes heel erg op. Want die hebben dezelfde verpakking, zeg maar. Dus ik moet nog even uitzoeken hoe deze dus... Deze ook met gewone oogschaduw werken. Of dat ze echt gewoon puur zijn voor, voor de bijpassende oogschaduw. Maar dat moet ik nog eventjes onderzoeken. Dan heb ik de Instant Matte Makeup Fixing Spray. En dit is een olievrije fixing spray. Ik moet zeggen, Essence heeft dus met deze erbij twee fixing sprays in het assortiment. Ik vind die andere vind ik niet zo fijn. Daar was ik niet zo enthousiast over. Dus ik hoop dat deze echt beter is. En ik hou van mat. Dus als deze echt een matte setting gaat geven, dan ben ik helemaal blij. Dus het is een 50 ml flesje. Dus het is niet super groot. Maar misschien wel heel erg handig als je echt goed werkt voor bijvoorbeeld mee te nemen. Dus ik hoop echt dat deze gaat werken. Dan heeft Essence verschillende nieuwe mascara's. Ik begin met de Volume Stylist 18 Hour Curl and Hold Mascara with Micro Styling Boxes. Deze is verkrijgbaar in een roze variant die ik dus heb en ook in een paarse variant. Het heeft een Fully Loaded Petal Brush. Ik ga het borsteltje even laten zien. Ik moet zeggen dat ik de verpakking wel heel erg leuk vind. Ook het handvat van het borsteltje vind ik wel heel erg leuk. Ik moet zeggen dat het borsteltje er best wel goed uitziet. Ik heb trouwens over de paarse variant heb ik al verschillende reviews ook gezien. Dat die heel goed was. De roze wat minder. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd of dat deze mascara wat gaat zijn. Dan de Lash Princess Curled Volume Mascara. Deze hebben ze ook al in een groene variant en in een oranje variant. En daar, die vond ik eigenlijk best wel fijn. Dus ik was naar deze ook weer heel erg nieuwsgierig. Ik vind die verpakking altijd heel erg leuk. Ook met dat 3D effect wat een beetje op het handvat zit. Even kijken naar het borsteltje. Ja, ziet er op zich niet verkeerd uit. Hij is licht gebogen. Nee, stelt me niet heel erg teleur. Ik ben wel echt heel erg benieuwd of die zoveel volume gaat geven. Want dat is vaak nog een beetje, toch wel een beetje lastig bij low budget mascara's. Maar als ik het borsteltje zo zie, dan denk ik wel dat ik er, heb ik er best wel goede hoop op. Dus de Lash Princess in de paarse variant dit keer dus. Dan is er ook een nieuwe foundation en dit is de Instant Matte 18 Hour Super Long Lasting Mineral Powder Matte Complex. Ik heb de kleur 10 Matte Ivory. Ik weet niet of dit... Volgens mij is er nog een tint lichter. Ik hoop dat deze goed gaat zijn. Ik ben wel echt wel eventjes heel erg benieuwd of dit... Oh ja, hier zit gewoon zo'n klein gaatje in waar het product uitkomt. Nou, ziet er op zich best wel... prima uit. Ik ben heel benieuwd of die ook echt heel mat gaat zijn. Ik hoop dat de kleur goed bij mijn gezicht past. Want ik ben toch vaak wel een beetje van de lichtere kleuren. Omdat het toch wat beter matcht. Maar ja, ik hou wel heel erg van die matte producten. Dus ik hoop echt dat deze super mat gaat zijn. Ja, of die 18 uur gaat blijven zitten. Weet ik niet. Maar ik zelf draag nooit 18 uur make-up achter elkaar. Dus ik denk ook niet dat ik dat
ga kunnen testen. Maar ja, als je maar een hele dag blijft zitten, dan ben ik al tevreden. Dan een nieuwe concealer. En dit is de Camouflage Full Coverage Concealer. Dit is kleur nummer 10, Nude. Volgens mij is die er ook maar in één kleur. Dit is gewoon weer zo'n foundation. Nee, concealer moet ik zeggen. Gaat lekker, jongens. Met zo'n borsteltje. Op zich ziet de kleur er goed uit. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze dekkend gaat zijn. Eigenlijk best wel lang geleden volgens mij ook dat Essence met een nieuwe concealer kwam. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat dit wat gaat doen. Ik zal eens eventjes kijken wat hij belooft op de verpakking. Hij belooft dat hij donkere cirkels camoufleert. Imperfection zonder een masker effect. Nou, dat zou natuurlijk top zijn. Want een masker effect, dat willen we allemaal niet. Dus ja, hopelijk doet hij wat hij belooft. Dan heb ik de Prismatic Rainbow Highlighter in 10 Bia Unicorn. En ja, dit is natuurlijk een product wat het afgelopen jaar gewoon heel erg populair is geworden. En nu heeft Essence gewoon hun eigen low budget versie. Het ziet er echt wel heel erg leuk uit. Ik heb wel verschillende swatches al gezien bij andere YouTubers. En het viel niet altijd even goed. Dus ik ben zelf wel heel benieuwd wat ik er zelf van ga vinden. Maar ik vind het wel heel erg leuk bedacht dat nu een low budget merk hier ook mee komt. En volgens mij was dit wel ook een product wat echt over de toonbanken vloog. Want deze is heel vaak ook uitverkocht in het schap. Dan is er ook weer een nieuwe oogschaduwbasis. Dit is de I Love Strobing Highlighting Eyeshadow Base. En ja, dit is dus een oogschaduwbasis die, die je oogmake-up een strobing effect geeft. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik ben zelf niet zo heel erg thuis in highlight oogschaduwbasis. Ik heb er laatst bijvoorbeeld eentje geprobeerd uit een limited collectie. Die viel mij een beetje tegen. Maar misschien dat deze wel heel goed gaat zijn. Ja, ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel heel erg leuk dat er weer een nieuwe oogschaduwbasis is. Want ik ben wel heel dol op oogschaduwbasis. Omdat het gewoon eigenlijk wel iets is wat gewoon niet aan je make-up look mag ontbreken, vind ik. Omdat het toch je make-up beter op zijn plek houdt. Dan is er een nieuwe bronzer. En dit is de 01 Sunshine. En het is de Luminous Matte Bronzing Powder voor de lighter skin. Je hebt hem ook voor de darker skin. En ik vind het patroon heel erg leuk. Je hebt twee kleuren bronzer. En ik denk dat je ze gewoon los van elkaar kunt gebruiken. Maar ook prima gecombineerd. Ik denk dat het een heel mooi effect zou geven. Ik vind trouwens ook wel heel erg leuk het patroontje wat in de bronzer zit. Dus ik hoop wel trouwens dat hij goed bij mijn huid past. Want ik heb wel een lichtere huidskleur. Maar toch vaak is een donkere bronzer, die zie je beter bij mij dan zo'n hele lichte. Dus ik hoop dat deze goed zichtbaar gaat zijn. Dan heb ik nog zo'n nieuw product. En dit is de Highlighting Eyeshadow Mousse. Ik had hier zelf nog nooit eerder van gehoord of het bij andere merken gezien. Maar dit is dus een oogschaduwmousse. En cool en long lasting. Ik denk inderdaad dat hij wel een cool effect gaat geven. Ik heb overigens de kleur 03 High Rosy. Ik vond dit de mooiste. Het is gewoon ook weer met zo'n penseeltje. Ik zie al een klein beetje van de kleur. Het ziet er heel mooi uit, moet ik zeggen. Ik denk dat hij een beetje te licht is voor jullie. Maar ik vind het er wel heel mooi uitzien. Ik ben hier wel heel benieuwd naar. Omdat ik dit gewoon eigenlijk nog niet echt ken. Dus dit lijkt me wel... Het ziet er veelbelovend uit. Laat ik het zo zeggen. Ik kan natuurlijk nog geen oordeel over vellen. Maar het ziet er heel goed uit. Dan heb ik de Strobing Highlighter Stick. Dit is een cream to powder effect. Je hebt hem in twee kleuren. Helaas was de andere kleur uitverkocht. Maar die ga ik zeker ook nog erbij halen voor de review. Dit is de 20 Glow Up Your Life. Glow Up Your Life. Ja jongens, die namen. Dit is gewoon zo'n stick die je omhoog kunt draaien. Over het algemeen ben ik eigenlijk best wel tevreden over highlighter sticks. En ik vond het wel leuk dat Essence nu ook weer met een stickvorm kwam. Omdat eigenlijk
Ja, je had toen natuurlijk die cream highlighters. En die zijn nu alweer een tijdje uit assortiment. Ik vind het wel leuk dat er nu weer een vervanging voor is gekomen. En vaak ja, brengen die sticks gewoon ook best wel veel pigment. En is het effect heel erg mooi. Dus ze hebben dus ook nog een roze variant. En daar ben ik zelf ook wel heel benieuwd naar. Dan heb ik het Blush Play Sculpting Brush Palette. Ik heb de kleur 20 Play It Pink. En dit is een palette waar je een highlighter in hebt zitten. Een sculpt kleur en een define kleur. Dus eigenlijk, ja. Is het een highlighter, blush en een kleur die je op je jukbeenderen kunt gebruiken als een soort bronzer. Ik moet wel zeggen dat het doosje er in het persbericht grijs uitzag. En hij is wit, dus op zich vind ik het er wel mooi uitzien. Dat paars, dat grijze zag er toch iets anders uit. Maar ik vind dit resultaat wel heel erg mooi. En die highlighter ziet er ook echt super mooi uit. Ik ben hier echt heel benieuwd naar. Deze had je trouwens in volgens mij twee kleuren, maar dat weet ik niet zeker meer. Maar je had hem in ieder geval in meerdere kleuren, maar ik vond dit met dat roze toch wel heel erg leuk. Dan dit Eye & Face paletten. Ik heb 01 Glow For It. Deze is verkrijgbaar in twee varianten. Op de achterkant zie je een tekeningetje waar je wat kunt gebruiken. Maar dit is eigenlijk gewoon een palette waar je oogschaduw in hebt zitten en een blush en een highlighter. En ik moet zeggen dat het er echt wel heel mooi uitziet. Ik hoop dat het pigment ook heel goed is. Maar volgens mij is de blush ook vrij glimmend. Dus dat vraag ik me af of dat mooi gaat zijn. Maar ik ga het gewoon proberen. Ik vind het wel heel erg leuk bedacht, zo'n setje. Want het is echt gewoon ook zo'n setje wat je dus heel gemakkelijk dan mee kunt nemen. Als je weggaat of dat je een weekendje weggaat. Waarvan je gewoon eigenlijk al heel veel producten in één hebt zitten. Dat is super makkelijk. Dan heb ik een Sculpting Eye Pencil en dat is deze. Deze heeft twee kleuren. Ik ben voor de kleur... Oh jongens, waar staat de kleur nou? 01 Black to White gegaan. Nou, ik vind de kleur niet echt puur wit. Ik vind hem ook een beetje nude-achtig. Maar ik denk dat dit een heel leuk effect kan geven. Je ziet toch steeds vaker van dit soort producten. En ik ben heel benieuwd of dat dit een mooie combinatie kan geven. Misschien kun je deze ook nog wel als eyeliner gebruiken. Maar ja, dat is gewoon licht eventjes aan het materiaal van het potlood. Want dit is een potlood die je moet slijpen. Dus op zich ben ik daar normaal niet zo heel erg fan van. Maar ik was toch wel heel benieuwd naar dit potlood. Omdat toch iets nieuws is wat ik nog niet eerder had gezien. Dan een nieuwe eyeliner. Dit is de Cushion Eyeliner. Het grappige is dat Catrice dus ook zo'n eyeliner in het assortiment heeft zitten nieuw. En dit is gewoon zo'n eyeliner met zo'n kussentje erin. Ik ben echt benieuwd hoe dit in zijn werk gaat. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. Dit is 01 Black. Volgens mij is het ook alleen in het zwart verkrijgbaar. Maar ik vond dit wel heel erg leuk dat Essence ook weer zo'n eyeliner in een potje had. Want het is best wel lang geleden. Want Essence heeft toen al die eyeliners in zo'n potje, om het maar even zo te zeggen, uit assortiment gedaan. Ik was er altijd wel heel erg fan van. Dus ik ben wel heel benieuwd of dat deze toch nog misschien ook wel een beetje de verwachting gaat overstelpen. Want vaak wordt die eyeliner droog. En ik ben benieuwd of dat deze niet zo snel uitdroogt als de gewone eyeliners in potjes. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Misschien is het ook wel leuk voor een VS-artikel bijvoorbeeld van Catrice versus Essence. Omdat Catrice dus ook net zo'n eyeliner heeft. Dus dat ga ik nog eventjes bekijken of dat wel misschien leuk is. En ja, als het je leuk lijkt, laat het zeker even weten ook in de comments. Dan twee nieuwe nagellakjes. En dit is de Color Boost High Pigment Nail Paint. One Goat and Go. Oké. Ik heb de kleur Instant Party. Ik vond het gewoon een lekker fel kleurtje. Ziet er leuk uit. Ik ben dol op nagellak. Ik heb er ook al genoeg van. Maar het maakt niet uit. Ik vind nagellak gewoon heel erg leuk. Ik lak gewoon het liefst elke week mijn nagels in een ander kleurtje. En ik vond deze kleur heel erg leuk. En waar ik heel benieuwd naar was, dat zijn de Out of Space Stories Nail Polish. En die heb ik ook in het roze. Zoals jullie inmiddels wel doorhebben, hou ik heel erg van roze. Even kijken hoe deze heet. Ja, dat is altijd zo handig. Dat kun je dan bijna niet lezen.
Beam me up. 04 Beam me up. Er zaten ook van die nepnagels voor waar de lak al op zat. En dat zag er echt super leuk uit met die glitters. Dus ik ben echt wel benieuwd of dat het ook goed dekkend is. Eén nadeel vind ik altijd dat het te moeilijk afgaat. Maar oké, dat heb ik er zeker voor over. Omdat ik dit er gewoon heel erg leuk uit vond zien. Dan heb ik twee producten voor de lippen. En dit zijn de Fade Your Shade Lipsticks. En ik heb hem in 01 Waste Away. En 02 Ombre Parfait. En dit zijn inderdaad producten die een soort ombre effect zouden kunnen creëren. Het ziet er dan zo uit. Ik moet je aanraden om het met je vingers aan te brengen of met een kwastje. Want als je dit op meerdere kleuren wil gaan gebruiken, dan gaat het afgeven. Want zo ziet dat er wel uit. Je kunt hem trouwens gewoon omhoog draaien, wat wel super handig is. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat voor effect het precies gaat geven. Want volgens mij zit er nog best wel een gebruiksaanwijzing bij hoe je dit moet gaan gebruiken. Maar ja, ik vond het echt er heel erg leuk uitzien in het persbericht. En ik was hier gewoon heel benieuwd naar. Ik zal ook even nog de zwarte variant laten zien. Ja, die is gewoon inderdaad echt zwart. Weer bruin? Nee, het is echt zwart. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Maar dit ziet er ook, ja. Ik was hier gewoon heel benieuwd naar. Dus ik, ja, het leek me gewoon heel erg leuk om dit te gaan testen voor jullie. Dan heb ik de Make Me Matte Lip Top Coat. Deze heeft de naam 01 What's the Matter. Ook wel heel grappig. Catrice heeft ook zo'n gelijk product. Ik zag laatst ook dat Ethos zo'n soort product heeft. Het is wel een heel klein tubetje, want er zit maar 5 milliliter in. Maar hiermee zou je eigenlijk elke lipstift mat kunnen maken. Dus het zou wel heel tof zijn als dat werkt. Want ik hou zelf heel erg van matte lipproducten. Dus eigenlijk kun je zo elke lipstift die je heel erg mooi vindt, die nu een glans heeft, mat maken. Dus ik hoop dat het echt gaat werken. Dan heb ik ook nog twee lipglossjes. En ik heb als eerste de What A Kiss Glossy Lip Color. Die ziet er zo uit. Leuk kleurtje vind ik hem. Het is de 06 Hydro Star. Ja, een glossy lip glow voor whitelist water-like tension on the lips. Nou, ik vind de verpakking al heel erg leuk met dat goud zo. Zie je niet zo heel vaak bij Essence. En ik vond het gewoon heel leuk uitzien. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon proberen. En het laatste lipproduct, dat is de Shine 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 Wet Look Lip Gloss. Ik moet zeggen dat ik van die matte variant echt super, super blij werd. Dat is echt, daar zou ik er echt nog wel een paar van bij willen hebben in mijn stash. Dus ik hoop eigenlijk dat deze ook heel erg mooi gaat zijn. Dat ik hier ook zoveel plezier van ga hebben. Dit is dan wel weer een shine versie. Dus altijd wel een beetje lastig omdat dat dan weer gaat plakken misschien aan je haren als je in de wind bent. Dat vind ik altijd een beetje het nadeel. Maar misschien vind ik het resultaat wel zo mooi dat ik dat plakken wel voor lief neem. Ik heb de kleur 03 Fan French of Glamour. En daar kreeg ik dit hele leuke tasje bij. De Be the Shiny Star in Your Life. Die hoort dus bij deze lipgloss. En dat vond ik wel heel erg leuk, want er hangt een sleutelhanger aan met lipjes. En daar zit ook een klein spiegeltje aan. Het is gewoon een heel leuk tasje die ik er gewoon even wilde laten zien omdat ik erbij kreeg. En ik vond hem heel erg leuk. Dan waren dit alweer de nieuwe producten van Essence. Ik ben heel blij dat ik deze video nu heb op kunnen nemen. Zodat ik eindelijk met de producten aan de gang kan gaan voor de reviews. Ik hoop dat je het leuk vond. Zijn er producten bij waarvan je zegt, die zou ik heel snel gereviewd willen zien? Laat het zeker weten in de comments. Ik kan heel makkelijk schuiven nog in mijn planning. Dus geen probleem. Laat ook zeker weten naar de producten waar je zelf heel benieuwd naar bent. Die je misschien zelf al hebt of zou willen hebben, zou ik heel leuk vinden. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn kanaal. Vond je deze video leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Daar word ik heel blij van. Voor nu wil ik je heel bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer bij de volgende video. Doeg!